Het is weer tijd voor In de Landvoetbal vandaag. Welkom, dames en heren. Het zou best wel eens een mooie wedstrijd kunnen worden als je ziet wie er tegen elkaar spelen. Duitsland en Portugal. Op 28 mei 1928 werd op het FIFA-congres in Amsterdam besloten om een eerste wereldkampioenschap voetbal te organiseren. Dit eerste WK werd in 1930 gehouden in Uruguay en tevens door het gastland gewonnen. Daarmee werd Uruguay tot de eerste officiële wereldkampioen voetbal. Nummer 14, André Schürrle. En nummer 41, Kevin Volland. Het Luziki Stadium heeft een lange geschiedenis en bood vroeger plek aan meer dan 100.000 toeschouwers. Na uitvoerige verbouwingen die het stadion veiliger hebben gemaakt, bleef er minder plek over. Ja, dat klopt, Evert. Maar ja, toch kunnen er nog steeds 81.000 toeschouwers live de wedstrijd volgen. Wordt het vandaag weer tiki-taka of verwacht jij een wat behoudender speelstijl? Ze willen altijd het spel proberen te maken door de bal in balbezit te houden. Zo lang mogelijk. En dan proberen de tegenstanders helemaal gek te spelen. En zo hebben ze een succes en maken ze ook heel veel doelpunten. Dank je. Enjoy the game. We kijken naar de 11 Portugese namen die het vandaag moeten gaan doen. Dit is toch niet het traditionele 4-4-2-systeem? Nee, in dit systeem spelen ze met twee controleurs voor hun verdediging. En dat betekent dat ze weinig risico op het spel zullen gaan leggen. We zijn begonnen aan de eerste helft van deze grote wedstrijd. Twee teams die weinig voor elkaar onderdoen en vandaag staat er toch veel op het spel. Een paas op een grote afstand. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Schürrle. Doelpoging. De keeper redt op fenomenale wijze. Bernardo Silva. Deze situatie moet Portugal kunnen uitbuiten. Die bal is voor de tegenstander. En de bal gaat weer terug. Schürrle. Daar is de poging. Wat scheelt het? Leuven weet ook dat je niet te veel kansen moet missen. Want ja, dan kun je de deksel zomaar ineens op je neus krijgen. Karim Bellarabi. Julian Weigel. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte? Gaat op het doel af. De bal stuit op een verdediger. Hij raakt hem nog aan en dus krijgen we een hoekschop. De bal wordt in de 6. Jiménez! Paniek in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. Hier zien we die redding weer, Juri. En het was een best schot, maar de keeper stond goed op te letten. Mooie redding. De hoekschop komt in het strafschopgebied.
een gevaarlijke, een grote mogelijkheid hoor. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet lang op hoeven wachten. Nu zal de tegenstander moeten komen, Evert. Dat zie je niet elke dag. Een doelpunt van een verdediger. Nee, en hij bewijst hier hoe veelzijdig hij is, Evert. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Na dat doelpunt heeft Duitsland de voorsprong. Voor Portugal is het denk ik een extra drive om van de regerend wereldkampioen te winnen. Ja, dat zou natuurlijk een geweldige prestatie zijn, hè, van de wereldkampioen winnen. Dat telt gewoon op een groot toernooi. Duitsland zet weer een aanval op. Schürrle. Hij schiet. Het scheelt helemaal niks. Een riante voorsprong blijft uit en dat zorgt voor enige frustratie langs de kant. Die paas wordt onderschept. Wie weet levert dit een kans op. Kevin Pollan. Wat een vaart. Ja, voor Duitsland. Scoort met zijn zwakke been, of toch niet, Jori? Nou, het is volgens mij ook zijn zwakke been, maar het zwakke been is wel sterk genoeg om de doelpunt te maken. De goal vanuit een andere hoek. Duitsland heeft de bal. Julian Weigel. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Kevin Bolland. En is het erin. Doelpunt nummer 2 voor hem vandaag. Daarmee tank je zelfvertrouwen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Het loopt op rolletjes en het zorgt begrijpelijkerwijs voor tevreden gezichten langs de kant. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. William Carvalho. Bernardo Silva. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Dan zal ik nu met een voorzet komen. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Schürrle. Nog steeds in balbezit. Verdedigen. Nu schieten. De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Weg is weg, was de gedachte, denk ik. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Mogelijk een goede kans hier. Een juweeltje dit slot. Doelpunt! Wat een geweldige hattrick.
Drie fantastische goals in één wedstrijd door deze klasbak. En ja hoor, nummer 3 van vandaag, dat is lekker voor de speler. Hij schiet ze er achter elkaar in, Evert. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Adrian Silva. Cristiano Ronaldo. William Carvalho. Schürrle. Huvides. De Duitsers gaan aanvallen. Hij heeft een sterk schot in de benen. Schitterende redding van Patricio. De hoekschop wordt zo genomen. De bal wordt in de 16 gepompt. Solide verdedigd door Patricio. Huvides. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Dit is een grote kans hoor. Die zit erin voor de Duitsers. Keeper zit er goed bij en raakt die bal ook nog aan. Maar het is net niet genoeg. Dat zal die balen. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Het gaat allemaal heel goed en dat is ook af te lezen van het gezicht van de coach. Het moet gek lopen, wil de overwinning nog in gevaar komen. Echt spannend zal het vandaag niet worden. William Carvalho. Adrian Silva. Cristiano Ronaldo heeft hem. Wie weet levert dit een kans op. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Hij drijft de bal op. Demir bij. Ja! Tor voor Duitsland. En die bal zwaait schitterende doel in. Keeper kansloos. Mooie goal. Ja, mooi geschoten met heel veel effect. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Kijk, een tevreden coach. Ja, wat logisch is bij deze stand. Het gaat allemaal volgens een leien dakje. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen uiteraard. William Carvalho. João Mario. Cristiano Ronaldo heeft hem. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Hm.
We krijgen maar liefst 5 minuten extra tijd. Dat was gruwelijk mooi. Dat is de goal. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. De wedstrijd is nog lang, maar deze achterstand lijkt me onoverbrugbaar. William Carvalho. Daar zit de tegenstander tussen. Nog steeds balbezit op de helft van de tegenstander. De bal komt terug van de paal. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Dat ziet er kansrijk uit. Schiet! Net mis! Emre Can. De eerste helft zit erop en de tussenstand is zeer verrassend. Over zijn spel in de eerste 45 minuten valt helemaal niets af te dingen. Tja, hij mag niet klagen met die hattrick in de eerste helft. Hè? En hij heeft tot dusver echt het verschil weten te maken. Julian Weigel. Veel goals gezien in de eerste helft. Als de doelpunten in de tweede helft niet van die andere ploeg komen, dan wacht ze een treurige avond hoor. André Silva. Bernardo Silva. Ricardo Pereira. Portugal brengt de bal naar voren. De kans op de voorzet. Schürrle. Karim Bellarabi. Speelt de bal weer terug. Duitsland voert de druk op de goal op. De keeper verwerkt de bal goed naar de zijkant. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. João Mario. Kerem, Demirbay, tussen de palen. Doelpunt nummer 2 voor hem vandaag. Daarmee denk je zelfvertrouwen. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Ja, de coach oogt op zijn gemak en dat is logisch, want vooralsnog is er voor zijn team geen vuiltje aan de lucht. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. William Carvalho. André Silva. En weer een aanval van Portugal. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Hij doet wat hij moet doen en onderschept die bal. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passes zijn uitstekend. Schürrle. Dit wordt spannend. Nee, die bal gaat er niet in. En ze kunnen er ook niet allemaal in, toch? Nee, hij heeft al gescoord deze wedstrijd, maar deze kunnen we niet tellen. Bij Portugal wordt er gewisseld.
Julian Weigel. Duitsland gaat op zoek naar een doelpunt. Demir Bey. De bal wordt goed geblokt. Keeper hoeft niks te doen. Oh, knalhard schot. Die zit erin voor de Duitsers. En hij maakt zijn tweede. Hij is niet te houden vandaag. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Kijk, een tevreden coach. Ja, wat logisch is bij deze stand. Het gaat allemaal volgens een leien dakje. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Moutinho. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Karim Bellarabi. Nog steeds in balbezit. Daar stond de verdediger tussen. Kerem Demir Bey. De keeper redt op fenomenale wijze. Wie pakt die bal op? Benjamin Hendricks. Het is lopen. En nu doorgaan. De hoekschop wordt zo genomen. De corner wordt diep getrapt. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Demir Bey. Wat een doelpunt. Een hattrick en niet zomaar eentje. Stuk voor stuk juweeltjes. En ja hoor, nummer 3 van vandaag, dat is lekker voor een speler. Hij schiet ze er achter elkaar in, Evert. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Moutinho. Dat wordt een inworp. Duitsland mag hem nemen. Julian Weigel. En mogelijkheden nu voor Duitsland. Doelpoging. Allemachtig, prachtig, doelpunt. Dit was een gouden greep van de trainer. De invaller maakt het doelpunt. Ja, wat moet je daarmee als verdediging met zo'n meegekomen keeper? Wie hoort die speler te dekken? Je weet het nooit met deze doelverdediger, Evert. Maar ik denk dat er niemand was die hier rekening mee had gehouden. Ja, de coach oogt op zijn gemak en dat is logisch, want vooralsnog is er voor zijn team geen vuiltje aan de lucht. Substitution for Germany. Coming off the pitch, number 28, Karim Bellarabi. To be replaced by... Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Bernardo Silva... Dit is Cristiano Ronaldo.
Duitsland zet weer een aanval op. Dort, Sané. Hij zit erin. Dat is een paar minuten in het veld en dan scoren. Ja, daar droom je als invaller van. Gauw wissel hoor van de trainer. De goal vanuit een andere hoek. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Cristiano Ronaldo heeft hem. João Mario. Wie weet levert dit een kans op. Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. Rafael Guerrero. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Die drijft de bal op. Kijk nou, een grote mogelijkheid hoor. Een beauty. Laag en buiten het bereik van de keeper. Keurig gedaan hoor. Dit is een pas van wereldklasse. Doelpunt, prachtige plaats. Schot, de doelman was kansloos. Ja, geweldig ingeschoten en inderdaad geplaatst. En dat is knap. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Het gaat allemaal heel goed en dat is ook af te lezen van het gezicht van de coach. Het moet gek lopen, wil de overwinning nog in gevaar komen. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Cristiano Ronaldo heeft hem. André Silva. Deze situatie moet Portugal kunnen uitbuiten. Schürrle. Trap. Goed naar de zijkant getikt die bal. Wat heeft hij voor ons in petto? Hier kon je op wachten hoor. De trainer straft zijn beroerde spel af door hem naar de kant te halen. En waarschijnlijk is dat maar beter ook. Hij moet deze wedstrijd snel vergeten en op naar de volgende. Substitution for Germany. Coming off the pitch. Number 40. André Schürrle. Coming into the pitch. Number 42. De bal wordt voor het doel gebracht. Dat was bijna een doelpunt uit die kopbal, maar de keeper zit er goed bij. De wedstrijd is bijna voorbij. Nog maar 5 minuten op de klok. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Hij gaat ervoor. Het is een doelpunt. Dat is de tweede. Ze krijgen totaal geen grip op hem. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Nou, we zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Coutinho. Adrian Silva.
Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Julian Weigel. Leroy Sané. De blessuretijd bedraagt maar liefst 5 minuten. En nu scoren. Het doel staat te trillen. Bernardo Silva. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Duitsland gaat op zoek naar een doelpunt. Sané. Goed gekiept hoor, door die doelman die een tegenaanval voorkomt. Bal. De assistent scheidsrechter zwaait met zijn vlag voor buitenspel. Nou, dat is nogal twijfelachtig. Julian Weigel. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Sané! De keeper grijpt in. Nog een corner. Hij kiest ervoor om de... Hij ramt de bal met zijn vuist weg. De partij zit erop. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal. Tja, voor de winnaars is zo'n klinkende overwinning natuurlijk een lekker steuntje in de rug. En de verliezers, die moeten het maar zo snel mogelijk vergeten, dit potje. Precies, uithuilen en opnieuw beginnen, Evert.